In Den Bosch zijn begin juni de Special Olympics. Het is een nationaal sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. In de aanloop naar die Special Olympics stellen we iedere week een aantal sporters voor. En vandaag de judo-talenten van Sportacademie van Gent uit Den Bosch. We gaan zo bij doen. Waarom? Waar gaan judoën. Met de spierbal, zijwaarts strekken. Waarom zit jij nou eigenlijk op judo? Omdat ik mij goed kan verdedigen, wel heel goed schoppen maar, en heel goed slaan, maar om mezelf te verdedigen, want ik sla te snel. En dan kan ik ook in één keer leren om rustig aan te doen en om proberen zo om te ontwijken. Ik zag dat jij het enige meisje bent. Ja. Spannend met al die jongens. Vind ik ook. Wat vertel eens, wie ben jij precies? Ik ben Miron. Ik ben Den Bosch. En wie is die meneer achter jou? Dit is Frans, dat is meester van judo. Is hij een beetje lief? Ja. Meester Frans, kan je die ook omvergooien? Ja, denk het wel. Laat zien. Ik wil het zien. Okay. Nou, oh, ik ben heel sterk hoor. Ja! Ga jij ook meedoen aan de Special Olympics? Ja, een beetje zenuwachtig, maar ja. Heb je al nachtjes dat je denkt dat je niet goed slaapt omdat je denkt aan die spelen? Nou, nee, dat niet, nee. Nee. Ik denk meer aan de Efteling dan aan judo, maar ja. Maar dat is ook heel belangrijk, ja. Die Efteling. Ik hoop dat wij het beker winnen, nummer 1. En dat ik de beste word. Wat heb je dan precies? ADHD en woedeaanvallen. Oké, en dan kun je hiermee een beetje dan controleren? Ja. Goed bezig. En wat moet je nog een beetje trainen om echt heel goed te worden? Heel veel niet meer boos worden, proberen woede aanvallen, rust een beetje wat minder te worden. Ja, zij doen dus mee aan judo, één van de 15 verschillende toernooisporten tijdens de Olympics. En wist je dat er meer dan 2000 sporters gaan strijden om de medailles? Het is juist heel belangrijk dat dat alle kinderen kunnen sporten, ongeacht hun beperking. En als je een doel hebt en je wil ergens naartoe werken, dan ga je dat ook bereiken, ook die kinderen. Ja. En de Special Olympics is voor die kinderen een doel om ook goed te worden, hè? Om zich ook te bewijzen. Man, ja, kom op. Alles komt bij die kinderen wat trager over en met stukjes, maar daardoor hebben ze dus ook weinig zelfvertrouwen. Als je die kinderen dus dat kunt aanleren, je praat met de kinderen op hun niveau en ze leren het een en ander, dan krijgen ze daardoor meer zelfvertrouwen en gaan ze veel ontspannender door het leven.